Welkom, in deze video laat ik je zien hoe je een gerecht van begin tot serveren handig, praktisch, efficiënt en hygiënisch maakt. We gaan een pasta maken met kip en dit is het recept. Wat heb je nodig? 75 gram pasta, 75 gram kipfilet, een half teentje knoflook, een halve ui, een halve rode paprika, een halve groene paprika, 100 ml gezeten tomaten, 2 eetlepels olijfolie, 2 blaadjes basilicum voor de garnering en ook voor de garnering geraspte kaas en peper en zout naar smaak. En dit is de bereidingswijze en die moet je goed doorlezen, want die moet je goed plannen. Want het kan zo zijn dat deze 12 stappen niet per se in de meest handige volgorde staan als dat jij in de keuken moet uitvoeren. We gaan even kijken. Stap 1 tot en met 4 gaat over snijden. Snijden van de kipfilet, snijden van de ui en het teentje knoflook en de paprika. En dan zie je bij stap 5, kook de pasta zoals de verpakking is aangegeven. Maar als jij dit allemaal hebt gesneden en je gaat pas bij stap 5 dan pas het water aanzetten, wachten tot het water kookt, dan de pasta erin doen en wachten tot de pasta kookt en dan pas verder, dan verspil je kostbare tijd. Daarom eigenlijk is de eerste stap, zet alvast het water op zodat het kan koken. En als het kookt, doe dan de pasta erin. En terwijl je aan het wachten bent op het koken van het water en het gaar worden van de pasta, kun je dus aan de slag met het snijden. Dan stap 6. Verhit 1 eetlepel olie in de koekenpan en bak hierin de kipfilet in ongeveer 5 tot 6 minuten gaar. Leg de kip op een bord. Dan verhit je de rest van de olie in de koekenpan en fruit de ui op laag vuur tot de ui goudgeel is. Voeg de paprika en knoflook toe en roerbak het geheel ongeveer 2 tot 3 minuten. Voeg de gezeefde tomaten toe, breng dit aan de kook en laat dit op een laag vuur ongeveer 5 minuten doorverwarmen. Voeg water toe als de zout iets te dik wordt. Dan warm de kipreetjes 1 minuut mee, want je wil warme kip serveren, geen koude. Breng het geheel op smaak met peper en zout. Schep de saus bovenop de pasta en garneer met de geraspte kaas en maak het af met een paar mooie blaadjes basilicum. Nou, vrij recht toe recht aan recept. Het enige waar je goed op moet letten is dat je dus stap 5 als eerste in gang gaat zetten, zodat je terwijl het water kookt en de pasta gaar wordt, je kan aan de slag gaan met snijden. En in de tijd dat de kip gaar wordt, die 5 tot 6 minuten, kun je heus wel iets nuttigs doen, zoals zaken al een beetje afruimen en afwassen. Goed, dat is het recept. Nu gaan we aan de slag. Nadat je natuurlijk jezelf geprofessionaliseerd hebt, dus je schort omdoen, lang haar in de staart, sieraden af, geen horloge en natuurlijk heel erg goed je handen wassen, ga je jouw werkplek checken. Is alles wat er hoort te zijn? Dan ga jij je ingrediënten verzamelen. Doe dat met zo min mogelijk heen en weer lopen. Pak een bord en leg daar dus meerdere ingrediënten op en neem die in één keertje mee. Weeg je pasta af. Denk eraan dat die op gram is ingesteld en pas het eventueel aan met het knopje unit. En zet als het bakje op de weegschaal staat met ter deze op 0, zodat je alleen de pasta weegt en niet de pasta plus het bakje. Vul een pan met water en zet deze op het vuur, zodat deze alvast warm wordt. Het is zonde van je tijd als je daarop gaat zitten wachten. Ga beter ondertussen aan de slag met snijden. Pak de groene snijplank en leg er een anti-slipmatje onder. Was de paprika en tomaat en snijd die door de helft. Snij ook de knoflook door de helft. Leg de helft op het bord voor je en leg de andere helft weg. De ui moet je eerst pellen voordat je die door de helft snijdt. Weeg dan de kaas af in een bakje op de weegschaal en let ondertussen een beetje op je werkplek. Hou alles een beetje netjes en bij elkaar. Pak nu de gezeefde tomaten en meet die af in een maatbeker. Nou, zet de maatbeker op je werkplek, ga een beetje door je knieën en kijk op ooghoogte om te zien of je genoeg hebt. Zo kan je dat goed bekijken, beter dan helemaal van bovenaf. Dan ga je verder aan de slag met snijden. Bekijk de filmpjes over snijden met een koksmes en de andere filmpjes over het snipperen van een ui, snijden van tomaat en paprika en nog meer snijtechnieken, zoals julienne chinoise en voor dit recept brunoise, oftewel blokjes. Pel en snipper de ui en doe die apart in een bakje. Pel en hak de knoflook. En leg die eventjes aan de kant op de snijplank. Die hoef je niet ook in een apart bakje te doen. Misschien heb je niet zoveel bakjes en het levert een heleboel vaat op als je alles in aparte bakjes gaat doen. Snijd de tomaat en paprika in blokjes en doe die samen bij elkaar in één bak. Ze komen toch bij elkaar in de saus. De ui en knoflook hou je wel apart, omdat je die na de kip als eerste gaat bakken. Het water is ondertussen aan het koken en dus tijd om de pasta in de pan te doen. Zodra je de pasta erin doet, zal het water afkoelen en minder gaan koken. Laat even weer aan de kook komen, zet dan het vuur wat zachter met de deksel er een beetje schuin op.
Nou, ik zeg vuur, maar in dit geval gebruiken we een elektrische kookplaat. Check de tijd en laat enkele minuten doorkoken zoals de verpakking aangeeft. Tijd om de kip te snijden. Het is een goed idee om voordat je de kip gaat snijden een keer extra je handen te wassen, zodat je zeker weet dat die schoon zijn. Weeg de kip af in een bakje en snij op een gele snijplank en doe de stukjes terug in het bakje. Ga dan direct je snijplank, je mes en handen wassen, zodat je niets met rauwe kip besmet. Check ondertussen even de pasta en roer met een plastic spatel alles even door. Gebruik altijd een plastic spatel, nooit met iets van metaal in een pan roeren. Doe je olie in de braadpan en laat goed warm worden. Doe je kip erin en schroei rondom dicht. Doe het bakje met de rauwe kipresten er nog in direct naar de afwas. Zet na het vuur zachter en laat langzaam gaar worden. Ruim ondertussen even je werkplek een beetje op. Leg de knoflook op het bord en leg je snijplank bij de vaat, want die heb je toch niet meer nodig. Als de stukjes kip van binnen helemaal wit zijn, dan zijn ze gaar. Pak de overwanten en leg de kip op een bord. Doe weer een beetje olie in de pan en fruit de uienknoflook lichtjes bruin. Doe dan de tomaat en paprika erbij en bak die lekker even mee. Tijd voor de pasta? Is die gaar? Je kan er met een vork eentje uithalen, doorsnijden en checken of die nog een beetje wit is in het midden. Zo ja, dan moet die nog even. Wat je ook kan doen is het vuur gewoon uitzetten, maar het water erin laten staan. Dan zal de pasta aan nog een beetje doorgaren en blijft die lekker warm. Doe dan de gezeten tomaten erbij en de kip en warm alles nog even goed door. Proef je saus, maar let op, steek nooit een lepel die je in je mond hebt gehad terug in de saus. Gebruik twee lepels, één schone om een klein beetje van de saus te scheppen op de lepel die je in je mond steekt. Proef, breng op smaak met peper en zout en leg de vieze lepel direct bij de vaat. Nu is je saus nog lekker warm en omdat je de pasta ook in het warme water hebt laten staan, is die ook nog warm. Giet de pasta in een vergiet, laat goed uitlekken en serveer het op een bord. Voeg de saus toe. Garneer met de geraspte kaas en leg, om het helemaal af te maken, een paar blaadje basilicum erop. Zorg ervoor dat de rand van het bord schoon is en je gerecht klaar is om opgediend te worden. En dan kan jij aan de slag met opruimen. En omdat je dat ook tussendoor hebt gedaan, is het nu geen enorme bende. Bekijk de film Opruimen en Afwassen voor alle tips en stappen hoe je jouw werkplek en spullen schoon en droog achter kan laten. En check de film Serveren opdienen voor tips over hoe jij officieel je tafel dekt en je gerecht netjes aan je gasten kan opdienen. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.